Op de kruising van de Jeroen Boslaan met de Tongelrussestraat is vanmiddag een ongeluk gebeurd tussen een brommer en een auto. Van de brommer is na het ongeluk nog maar weinig over. Een traumahelikopter werd opgeroepen, maar die bleek later niet meer nodig. De ambulance heeft één persoon met verwondingen meegenomen naar het ziekenhuis.